Happy 1, 2, 3. Hallo! Giro! Was ik aan het schrijven? Giro in drukletters, in de hoofd, in de 3D-letters, maar dat lukt niet. Waarom moet ik dat zelf voorstellen, iets? Ik weet niet. Precies zo aan de Indische. Ik weet niet, ja. Maar ik ga als die score is, een punt af voor jullie. Wat is die reactie dan? Is dat je reactie? High five. Wil je snel een kleine spelletje spelen met mij? Ja of nee? Ja. Oké, kom maar mee. Kom maar. Wat is je naam? Abdel. Abdel? Oké, Abdel. Moet jou nou mijn groep? Neem alvast. Ja. Goed, laat aandoen. En je hebt deze schild ook. Hier. Mag ik zijn. Kom. Dus jij hebt het schild vast en ik heb de dobbelsteen vast. Ik moet op u gooien en jij mag niet geraakt worden met de dobbelsteen. Oké. Okay. Ga jij filmen? Wacht, ik ga eerst mijn kaartje zetten. Ja, is goed. Ja, is goed. Is Abdel uw naam? Ja! En voor een rieter naam? Mijn rieter naam? Ja. Abdel! En ik denk dat je uw schild een beetje omgekeerd hebt. Dat is nu erg. Ik kan dat doen. Doe hem uit. En nu moet je handje zo, daardoor. Oké. Voilà. Ah, goed. High five. Tja. Dus we zijn een uur en een half verder. We zijn bijna klaar met schilderen. We hebben dus de garage afgemaakt. Redelijk in orde. Timon! Ja! Kom maar hier. Niet afgewerkt! Ja, maar dat heb ik niet, dat is de ratten dingen. Oké, we gaan opruimen. We gaan opruimen! Dus, wat ook een traditie, elke zondag is figuurtje. Dus kindjes kunnen een sapje kopen voor 50 cent of een koekje. Maar wij gaan naar dat, omdat wij een uitzondering zijn. Wij zijn een uitzondering. Ga jij naar de winkel met al die verf op je gekken? Dat is precies een regenboog op je gekken. Ben je ook, Serat? Oké, jongens, omdraaien. Stop. Witse tegen Timon, Corre tegen Serat. Schaarste papier. Schaarsteenpapier, 1, 2, 3. Schaarsteen, papier. Nee, ja, ik heb gewonnen. Ja. Oké, verliezers, kom bij elkaar. Schaarsteenpapier, 1, 2, 3. Timon is een verliezer. We gaan een mooie struik voor hem gaan zoeken. Nee. Het ding is, wij hadden heel graag van struiken. En wat wij dan doen, dan springen wij daarin. Oké, ik zeg deze struik. Hier. Het is zo zacht als het heet, hoor. Dat prikt! Mijn onderbroek zit niet goed. Ja, ik heb me al die vel in. Dat zit niet in mijn onderbroek, jij gast. Ga naar de bank, koop je een nieuwe broek en be happy. Wacht, hoor. Hallo, meneer. Kunt u Nederlands? Ja, ik spreek Nederlands. Mijn broek is een beetje vuil. Een probleem voor u, hè. Oh, zalig. Dus elke zondag mogen ze naar de winkel gaan en mogen ze een treat halen. Ik zou zeggen, probeer samen te bundelen. Koop het samen, dan kun je het samen uit. Of deel, broederlijk delen. Dan vang ik die camera. Ik zat vast tussen de deur aan. Zak. Je moet dingen zeggen, je moet mij rugklopjes geven, hè, om goed te zijn. Dus we zijn 5 uur nu. We zijn een uur te laat voor ons figuur. Nog een uurtje op de Giro en dan is het gedaan. Tot 6 uur. Kom bij mij.
bijna door mijn neus. Wat? Ik kwam bijna door mijn neus. Dat betekent dat je te snel eet. Ja, nee, maar je hebt een drink en dan komt iemand lachen en dan komt alles eruit. Ah ja, waar ook nog een belangrijk punt is. Deze zondag zijn we het vergeten, maar... Wat is er elke zondag? Frisbee! En, iets heel tof, er komt een nieuw Katie liter bij. Echt? De prize! Wie het zal zijn, weet ik alleen maar. Ik moet er nu maar keis filmen, dan kan ze rat nemen. Iedereen blijven stilstaan. Als het pijn doet, zal ik er een beetje ijs op leggen. Oké. Okay. Ah, wacht. Nee, maar ik heb daar iets voor. Doe je dingetje. Ja, dat kan wel even pieken, hè. Dus hier. Ik ga het goed opensmeren. Piekt het? Dat kan wel even pieken. Nee? Gaat het al beter? Nee? Zeker? Ah, normaal werkt het altijd. Is gewerkt hier? Is zalk. Ah, wel. Dank je. Niks zeggen aan mama en papa. En niks zeggen aan andere kindjes, hè. Ah, wel fijn. Heb je loon gedaan, meisje? Ik wens je veel beterschap. En deels waarom we deze series ook doen. Je kunt bende meedoen. Zeker steunen. Maar dat zal je verder op onze Facebookpagina wel kunnen zien.